Is even aan het ja. Dan gaan we weer, hè? Zo. En dan draagt hij al in. Wees het nog? Jawel. Gaan we winnen vandaag? Zeker weten. 18 jaar geleden, wat was dat dan, Wiep? Wat was dat ook alweer, Appa? Ja, iets met Heida? Kerst Heida, ja. En Jurrit Appa, en Wiebre Wiersma, en Martin Witteveen. En niet te vergeten. Onze autoverkoper. Ja, ja. Het beest, hè, van Achterhoede. Voorzitter, ja. Waar voor? Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, je mag best die kamer op me richten, maar die paraplu. Ja, dat kan niet, hè? Hij neemt alles op, hè? Maar wat zijn de verwachtingen? Nou ja, de verwachting is dat we kampioen worden. Ja. Ja. Zijn voorbereidingen getroffen? Mocht dat gebeuren, dan ja, zeker, dan zijn we er klaar voor. Oh, mooi. Ja. Ik zie de jongens al achter naar de kleedkamer lopen. Het begint 2:30, toch? Nee. Ja, 2:30, half uurtje eerder. Alles ja. Is tegelijkertijd ja, hopelijk vandaag. Hopelijk komen mensen niet te laat. Ja. Nee, nou, het is enorm druk. Ja. Ja. Nou, maar dit is wel wat we doen, hè? Ja, dit is het sluitstuk. Dit, de ontknoping. Dit is waar we met z'n allen heel hard voor bezig zijn geweest. Ja. Zeg maar. Ja. Is dit nou het mooiste weekend in Bolsward? Ik denk dit jaar wel. Ja. Ja, dit jaar is dit het mooiste weekend. Hè. Ja, ik zie hem ook al aankomen. Ja, met mijn Elfstedentocht, Bolsward-kampioen. Ja. Ja, wat wil je nog meer? Ja. Nee, dit is. Dat is het helemaal. Maar ik moet het verkeer hier even leggen. Ja, ik ga even verder. Ja, bedankt. Ja, zeker. Wat is het Ze hebben gewoon 2 filmmakers ingehuurd. Altijd, hè? Mooie dag, hè? Bolzat, hè? Ja. Ja, heerlijk dagje zo. Maak een mooie aftermooie. Is dit nou het mooiste weekend van het jaar in Bolzat? Absoluut. Helemaal met deze temperaturen. Ja. Voel dat je op vakantie bent, hè? Jij hebt de mensen geteld, toch? Die hier allemaal binnen zijn gekomen. Ja. Wat een hele opdracht om iedereen binnen te krijgen. Voor de mensen die hier nog staan te wachten bij de ingang. Als u een klein stukje doorloopt naar de kantine linksaf, is ook een ingang. Maar misschien wel sneller, dan mist u de eerste aftrap niet. Zaterdagmiddag. Met ruim 1000 mensen om het voetbalveld heen gaan we er natuurlijk een hele mooie voetbalmiddag van maken. Er is geen plek meer. Ja, Piet. Hey jongen. Volle bak. Iedereen is er. Dag voorzitter. Ja, dit is de dag, hè? Ja, het is toch gelukt. Ja, het is toch gelukt. Ja. Ja. Veel gezien, ja. 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 Nou, wat kun je ervan zeggen? Het is goed voetbal. Mooi voetbal om te zien. Hè. Ja. Ja. Beste wedstrijd van dit seizoen? Beste wedstrijd. Het zijn er meer geweest, denk ik. Maar om er nog één uit te pikken. Ja, hier feest de boys thuis, hè? Ja, maar waren de omstandigheden waren niet heel leuk. Was meer een gokpartij. Oh ja, je kijkt echt naar het mooie voetbal. Ja, maar het is elke keer het zijn goede wedstrijden. Soms is er één helft van minder, maar over het algemeen zijn het hele goede wedstrijden. Ja. Het is mooi om te zien, hè. Ja. Zijn jullie de bal, jongens? Ja? Wat staat er op het spandoek? Ik kan het net niet lezen. Team J-O's R-N-O. Oh ja. R-N-A. Jorna, Team Jorna. Harry. Heb je een andere maat gevonden, hè? Oude maat. Ja, ik zie het, ja. Hoi, Herre. Ja, Herre, die kerst ook wel. Ja, zeker. Even een voorspelling? Die kerst ook wel. Nou, Herre zei 2-0, ik zei 3-1. Oh. Ja. Nou, laten we hopen, hè. Ja. Goeie voorspelling. Ja, het is een echt, ja. Ik moet de mensen even voorstellen aan mijn eindgegner, Maarten van der Kamp. Wat denk je van deze? Gaat Nederlander wat gevaarlijk worden? Ja? Ik denk dat het wel lastig is. Ja?
Ze gunnen het Bolzat niet. Ik denk het niet. Nee. Oh jongen. Verwonderd heb ik. Weer niet. Maar heb ik wel eens tegen jou gescoord, Martin? Of, nee, volgens mij heb ik nooit. Dat lukte jou nooit. Nee, dat lukte mij nooit. Nee. Dat is mijn grootste nachtmerrie. Nee. Wij wonnen altijd van Bolzat. Dus, ja, vroeger was het zo, hè? Ja. Wij verloren nooit van Bolzat. Nee. Dus ik heb ook Bolzat gevoetbald. Dus, ja. Ja, ja, ja. Oh, kom eens weer. Maar als je Bolzat in, is gewoon een beter ploeg. Ja, ik heb naar land uitgezien. Eigenlijk zouden we moeten winnen. Huh? Ja, zeker. Huh? Ja. Ja, je weet het nooit. Je weet het nooit. Nou, we gaan weer verder. Ja, hé. Hey. Jullie zijn een harde kern, jongens? Ja. Ja? Hey, Appie. Hoeveel zijn jullie? Dat is een team, jongen. Dat is een team. Ja? Nou, schreeuw ze maar naar de overwinning, hè? Scoorde. Weet jullie wie die scoorde? Davy! Oh, mooi zo. 7-0. Dit is de harde kern hier, ja, of niet? Ja, uiteraard. Ja, jullie zijn van het vuurwerk, ik hoor niet. Oh, netjes hoor. Ja. Wat vond je het van? Van het vuurwerk of van die goal net? Beide. Ja, nou, geweldig. Mooi. Ja. Je weet het niet meer. Ik heb een keertje gewonnen. Oh, kom op! Lekker bal! De beste plek. Yeah. Elmer Woutstra. Hoi. Hey. Voor wie ben je? Naar land of Bolzat? Dat is wel wat zeggen. Ja, zeg het maar. Neutraal. Oké, mag ook hoor. Mijn zoon is voetbal bij Bolzat. Ja, ja, precies. Ja, ja, dat speelt ook wel een beetje mee, hè? Ja. Ja, ja. Familie Keur hier. Hoi. Ja, drie generaties. De eerste wedstrijd dit seizoen? Nou, voor mij wel, ja. Ja. De laatste, denk ik al. Vind je er al wat van? Of, ja, ik vind het goed. Ja. Jij? Ja, ik vind het wel. Jij komt hier vaker? Ja, ik kom wel eens vaker. Wel leuk. Vader is wel vaker geweest. Ja. Maar alleen te zeer de feestje boys, maar dat was er niet zo slecht voor je. Ja. Ja. Oh. Nee, daar is niemand. Arjen! Daar is de familie zelf. Boy. Hey, Jure Dapma. Hier is Jure Dapma, met de camera, Paul. Ah, ja, okay. Met de camera weer. Ben ik goed in beeld? Ja. Ja. Wat vinden we ervan tot nu toe? Zijn we al gerustgesteld?
Daar heb ik nog even één bij. Ja, hè? 2-0 is altijd zo'n tussenstandje. Ja. In het verleden wel eens had van, man, dan laat het een beetje hangen. Zakt het wat in. Ja. Maar nu echt, ja. Sterk overheersen. Goed voetbal op zich. Genoeg kansen. Nederland eigenlijk niks. Nee. Nou, ik ben wel gerustgesteld. Ja. Deels wel, ja. Maar goed, er is nog een helft, hè? Ja, er is nog een helft. Het is ondertussen rust geworden, ja. Husker eruit. Ja, dat was wel sneu. En Bart, hij speelt niet. Dat is natuurlijk wel sneu. Ja, ik dacht wel, Husker die pakt wel weer af en die wil er nooit uit. Maar nu komen ze los. En kan die broer van jou ook een beetje radioverslaggever zijn? Of valt dat tegen? Ja? Ja, zeker. Hij weet de namen niet natuurlijk, toch wel? Nummer 7, nummer 14. Oh, het gaat met nummers, ja, dat mag ook natuurlijk. Kees. Hey Paul. Hey. Was er weer, hè? Ja. Jong bij natuurlijk. Heel mooi, hè? Ik heb even de stadskleuren even aandeen. Zwart en geel. Ja. Dat zijn de kleuren van Bolzwart, van SJ Bolzwart en van Fena Leeuwenskamp. Maar zag ik jou nog gisteren in de loods van der Werf staan spelen? Ja, ik heb die foto's ook zien. Mooi plaatje daar, hè? Heel mooi plaatje. Ja, ik heb een hele mooie foto gekregen. Oh ja? Ja, echt heel mooi. Ja, dat is wel bijzonder, ja. Dus, ja. Ik heb er nooit, ik speel al heel lang, Gerrit. Ja. En ik heb denk ik de afgelopen 40 jaar nooit in zoiets staan. 140 meter van mijn huis. Ja. In zo'n bijzondere setting. Ja, maar... Want dat was er gisteravond, we hadden chillen, hè? Chillen in de sloep. Ja, chillen in de sloep. Ja, dat mocht ook even meedoen, vonden we wel leuk. En, maar ik had niet verwacht dat het zo leuk was. Ja. Hele bijzondere plek. Echt leuk. En een voorbijgaand publiek, heel dat is leuk. Ook wennen. Ja, dat is ook heel leuk. Ja. Ja. Leuke boordjes, mensen aan de overkant, lopen. Ja. Voor mij heel succesvol van Bolzwart. Ja. Ja, dat kennen wij hier. Ja, Trent 84 was het toch of niet? Vroeger wel. Ja, vroeger wel, ja. Heel lang geleden. Nou, tja. 84 ben je begonnen, Jurrit. Oké. Okay. In 87 werden wij kampioen met SJ Bolzwart, hè. Oh. Bolzwart, die had oh, er is een linkje met... Zeker. Oké, okay, nou. Een ja, nou weet je het zeker. Hoi. Hey. Twee. Oh, die komen gewoon in beeld lopen voor een interview. Dan moet je ook wat vertellen. Nee, Bolzwart. Ja? Bernard Roda. Goeiedag. Ja, hoi. Beste kijkers, nog een hele fijne wedstrijd. Zo doen we toch? Ja, zeker. Oké. Hoi. We zijn er weer, trainer. Zeker, jongen. We zijn aan het filmen, zeg. Ja. Hey Willem. Alles onder controle? Mooi zo. 45 minuten. Ja. Dat zal mooi zijn. Ja, dat zal wel mooi zijn, ja. Moet jullie worden opgelapt, Uske? Ja, voor mij is het... Kijk, Mo ligt op tafel. Oh, het is niet gek. Ik moet even bestellen, denk ik, met z'n kinderen staan. Goh, we gaan heel knubber gaan, hè? Ik moet eraf gaan. Daar zitten. Goeiedag, even. Tweede helft? Tweede helft. Gaat het lukken? Altijd. Jij ook maar. Dag, Ron. Hey. Hey. Ik ga weer. Ja, ik heb het niet uit, ik heb het niet uit. Hoi, dat is gewoon uitleggen nu.
Zij, ik heb alle scenario's omhoog gehaald. Niet dit vandaag. Nou, dat kan wel beter. Hey. Ja, ik had net je broer ook al. Heb je weer even? Ja, deze mag ik niet missen. Tom, hier is maar. Hoeveel hebben we er? Oud-spelers, want je zei de vorige keer waren er 34. Ja, ik heb vandaag niet kunnen tellen. Helaas. Heb jij geteld? Ik heb niet geteld, ik heb er wel even gezien. Ja. Wat minder. Heb jij grotere wedstrijden dan deze gespeeld? Ik heb deze wedstrijd ook gespeeld, maar dat was voor een Sierenaak op die periode. Ja. Ja, een eenmalige wedstrijd voor succes naar de tweede klas in Hollandsveld. Hollandsveld, ja. En die verloren uiteindelijk met 1-0. Ja. Ook dan door een corner, maar ook Iedemar staat er verderop. Die riep tegen mij, ik. Dus ik kreeg mijn hoofd in, maar die man van mij kreeg hem over ook in de kruisje. Ja. En toen was 1-0. En dat bleef het uiteindelijk ook. Zonder het feit dat we de betere kans hadden op verloren. Ja, ook Iedemar is er ook. Ja. Ja. En nou, dan word ik nog wel eens wat voor jullie. Ja, dat is niet leuk. Nee. Maar dit is wel leuk. En het is 2-0 en dan komen er een paar bij en dan hebben we feestjes. Ja, dat lijkt me wel, hè? Ik zal even mijn ja. Ja, 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 ik ben nou oud trainers aan het tellen vandaag. Ja, hoeveel heb je geteld? Ja, al 8. De oud trainer, ja, dat is mooi. De oude trainers. Ja, 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 die allemaal nooit zo'n kampioenswedstrijd hebben gespeeld. Nou, niet hier. Nee, niet hier. Nee. Ja, het was hiernaast. Dat was die kant, dat wel. Dat is niks, hè? Proost, hè? Ja, proost, jongen. Hij is de Zlatan van En in de 73ste minuut komt Bozat op 3-0 voorstand. Doelpuntenmaker Davy Lema. Hey! Vlag kan wel uit, hè? Hey. Vlag kan wel uit. 3-0, dat pakken ze niet meer af. Hier is de omroepenhaal. Ja, ik moest het hele veld om jou hier even op de camera te zetten. Jazeker, waarom denk je? Wel bijzonder zo'n wedstrijd 3 keer scoren. Ja, lekker man. Oh. God, jongen, jongen. Maar we zijn nu niet klaar. Oh. Bijna 4. Ga jij nog wat te vertellen dan? Ja, ik heb ja. Dit is, let op. Ja, Timmy, jongen. Ja, zo'n van Rijs. Hey, er zijn 3 keer, hè? Ja, ja. Ja, wou erop, hè? Ik heb je gevonden. Ja. Ja, het gaat uitstekend, hè? Ja, 3 keer Davy. Ja. Daar zijn we heel trots op, natuurlijk. Ja. Hoe vind jij tot nu toe gaan? Nou, ik vind inderdaad die hat-trick heel bijzonder. Ja? Maar heb je het wel gezien of ben je de hele tijd bezig met te praten met iedereen? Nee, ik heb ze er alle 3 mooi op staan. Oké, jij hebt alle 3 erop staan? Ja. Oké, mooi. Dan moet je zometeen denk ik weer iets meer gaan filmen van het veld, want ik denk dat er nog een paar goals aankomen. Ja, zal ik achter de goal gaan staan. Ja, voor Nederland. 10 voor Nederland. Nee. Nee, er komen nog een paar goals aan, dus ik zal nog even afwachten, maar achter het goal kan je wel gaan staan denk ik. Mooi plekje, hè, hoor. Ja, vind je? Ja, jij hebt ook een mooi plekje.
Ja, Bol zat of Nederland? Nee, snap maar. Bol zat denk ik. Helaas jongen. Is 1-3-3-8 en 1-8-4-0. In de 80ste minuut op 4-0 voor staat. Dit punt te maken door D4-1. Mooi. Die scoorde daar, Ajo. Wist jij dat hem? Ik heb niet gezien. Oh. Nog blij natuurlijk. Ja. Ja. We wel een beetje aanzien komen vandaag natuurlijk, maar het moest dan wel gebeuren. Er zat spanning erop. Maar, Ja, was je nerveus? Ja, ik was hartstikke nerveus. Ja, ik ook. Ja, daarom. Maar dat mag ook, hè? Dat hoort erbij. Ja. Dus, nee, 4-1. Nou, het had ook wel 8-1 kunnen zijn, 8-2 misschien. Dus fantastisch. Ja. We gaan even genieten. Feest, mooi, mooi feestweekendje hier in Bolzat, hè? Zeker. Dank jullie, jongen. Ja. Vriend of niet dan, hè? Ja, zeker. Daar heb ik hem mooi te pakken, hè? Gelijk 5 minuten na de wedstrijd. Dat had ik niet gezien, hè? Klasse, nee, klasse. Nee, ja. Dat doe ik maar. Ja. Nou, wat vond je van de wedstrijd? Ja, dit is het toppunt van Bolzat voetbalhistorie. Ja, 2 jaar achter elkaar. Ja, dit is van de vierde. Van de vierde klas naar de tweede klas. Daar was het wel waard voor. Ik bedoel, ik had gehoopt dit filmpje al veel eerder te maken, maar eindelijk is het gelukt. Komt er ook maar. Ja, nou, verdient toch of niet? Dat proost ik op. Gefeliciteerd, Romano. Ja, de aanvoerder. Aanvoerder. Nee, nee, Bart de Luske. Nee, jij bent de aanvoerder. De vijfde, de zesde. Nee, eindelijk aanvoerder. Ah, zondag ook. Oh, zondag. Ja. Verslaggever, wat vond u van de wedstrijd, verslaggever? Ik vind knap hoe Bolzat dit heeft weten af te maken. Ik heb ze ook in de kampioenswedstrijd zien spelen voor de Leeuwarden Courant tegen Heerenveense Boys. Toen vond ik het al goed. De aandacht gaat natuurlijk veel uit naar Davy Lohman, hè, de topschutter. Maar ik ben ook vooral onder de indruk van de middenvelders. Met name de beide aanvoerders die deze dag, die jongen die viel al vroeg uit. Deze ploeg gaat het zeker redden in de tweede klas. Komt helemaal goed. Goede spelopvatting. Mooi, bedankt. Is het voor de Leeuwarden Courant? Leeuwarden Courant, Peter van der Meer. Ah, Peter van der Meer. Nou, hangt hij eindelijk om je nek. Deer. Ja, geweldig toch? Wat een slotstuk, wat een sluitstuk van de hele voetbaltraining. Ja, 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 ja. Dat is, we zeiden net wie had dat gedacht na vorig jaar, hè? Dat, ja. Ja, en al die andere perikelen en kansen. En, aan de andere kant, ik denk ook dik verdiend. Volgens mij bijna elke wedstrijd terecht gewonnen. Eén keer bij Heerenveen uit, een beetje geslijmd.
Ja, de rest puntjes verloren die we eigenlijk hadden moeten winnen. Dus ik denk dik verdiend. Ja, ja, ja. Kijk, fantastisch. Zo'n mooie ploeg. Kijk, dus zit je met de tarten nu. Is dit? Dan heb ik nog even die aanvoersbanden gezegd voor de foto's. Bij de foto's straks. Jij bent voor de fotomomentjes. Dankjewel, hè. Ja, Uskus. Ja, dat zijn we allemaal. De Kapres, Molzerat, alle fanatieken. Ja, ja. Dit is wel waar. De mannen van 35 plus. Ja, in de 34 heb je. Die staat meer dan 100 jaar geleden. In één team nou, hè. Dit is... Ja, prachtig. Mooi man. Dankjewel. En dan hebben we nu de officiële uitreiking. Jan en Henk. Ja, jongens. Overhandigen. Hier hebben we de tweede voorzitter van Bolzat. Ja, we hebben een duobaan hier. Nou, een eerste reactie maar. Ja, dit is geweldig. Ja. Dit is toch top. Ja. Kijk eens hoeveel mensen hier zijn en wat er leeft. En dit gun ik de mannen zo. Dus, ja. Maar ook de hele club. Ja. En heel Bolzat. Ja. Dus het is fantastisch. Jullie hebben het goed voorbereid. We gaan nog even verder. Oké, nou, ben benieuwd. Ja, dat komt helemaal goed. Ja, fijne dag, hè? Ja, dankjewel. Kijk eens. Interviewtje. Wat vond jij van de wedstrijd? Goed. Ja, was ook goed, hè? Was papa ook goed? Ja, hè? Oh, gelukkig maar. Hij heeft een nul gehouden, toch? Een nul, jongen. Ja, dat ook. Belangrijk voor een keeper, maar... Nou maakte het me bijna niet meer zo flauw als we mogen gingen winnen. Dan win je hem ook nog. Dat is echt een droom die uitkomt op mijn 35e. Ik moet op een foto. Ja, dit is de ontknoping, hè? Ja, rennen. Ja, Sjoerd Beelsma. Ja. Ja, eerste reactie. Blij. Mooi toch? Ja, twee keer op rij. Ja. Dat is perfect, man. Was je ook nerveus vandaag? Wat zei je? Nerveus vanochtend? Nee, maar je merkt het toch wel een beetje op het begin, maar... ging goed volgens mij. Ik was zelfs nerveus. Ja? Ja. Ik moet weer een filmpje maken. Ja, ja, gaat goed toch? Ja. Met alle vertrouwen dat het goed kan komen. Ja. Oh, kijk eens wie daar zijn. Hey. Ze komen even mijn film in en wandelen. Kijk. Ik ga trouwe supporters. Ja, ik zal ze even interviewen. Ja, hey! Het knalt eruit. Ze hebben 4-1 gewonnen. Oh, leuk dat jullie nog even langs zijn gekomen. Dat hoorden we in Blomkamp al. Hendry kwam juichend binnen. Ja. 4-1 zetten. Oh, jullie wisten het al, ja. Ja. Hij komt straks. Stadion. Dat is de microfoon, man. Ja, niet te weten. Nou, mijn ouders. Dit was de ontknoping. Van alle voetbaljaren hier in Bolzat. Hey. Hoi! Hey, hallo! Treb ik je nou met je ouders hier? Ja. Dat is mooi. Wat een topseizoen, Wilco. Ja, echt niet normaal. Ja. Ja, vooral naar vorig seizoen. Ik denk dat niemand dit had verwacht. Nee. Niemand. Nee. Maar ja, wel heel mooi dit. Wat was voor jou het hoogtepunt dit speeljaar? Ik denk Heerenveense Boys thuis hier. Ja. Ja, ongelooflijk slecht weer, dat was wel jammer, maar dat je die in de laatste minuut 3-2 wint, eigenlijk, ja. Ik denk dat je daar eigenlijk al een beetje dat kampioensgevoel had. Ja. Alleen moest je nog 5 à 6 wedstrijden, denk ik. Dus, ja, dus is het heel knap. Ja, eigenlijk wel, ja. En ja, het verschil was wel groot natuurlijk tussen Heerenveense Boys en wij dan samen en de rest. Alleen, ja, je moet toch elke wedstrijd maar wel weer even die 3 puntjes pakken. En ja, dat hebben we fantastisch goed gedaan, vandaag ook 4-1. Ja. En eigenlijk zo goed als, Nijland speelde goed, die zaten er bovenop, dus hadden de eerste kwartier wel moeilijk. Maar voor de rest denk ik dat we geen moment in het probleem zijn geweest na die 2-0. Ja, prachtig. Ja, vooral genieten nu. Echt. De problemen waren de ochtend doorkomen tot die wedstrijd begint, denk ik. Dat denk ik, ja. Dat was het problematisch. Ja, ik was 7 uur al wakker. Ik denk, even lopen, eventjes proberen, het hoofd leeg te maken. Maar als je hier dan bent en op de club, dan op een gegeven moment dan leef je helemaal naar die wedstrijd toe met z'n allen. Dan voel je, ben je vooral bezig met die wedstrijd, dan ben je niet echt bezig met spanning of iets. En als je dan begint, tuurlijk, heb je dan een prachtig mooi publiek, allemaal rookbommen, vuurwerk, dat is echt, ja, prachtig. En dan, als je hem dan zo wint, 4-1, prachtig. Ja, ik kan er niet zoveel anders van zeggen. Staat de juichen voor jou daar, ja. Zie je dat wel? Moet je maar even terugkijken van de week. Ja, ik zal wel even terugkijken. Ja, man van de wedstrijd. Dankjewel. Mooi, Paul. Ja, schitterend, man. Ja, Jurrit, ik zie het Ja.
Waarom scoor je zoveel? Hoe doe je dat? Schieten en kijken waar hij heen gaat. Graag schieten, ja. Jij weet hoe het moet, dus, ja, herkenbaar. Ja, maar vier in een kampioenswedstrijd, dan ga je nooit vergeten, jongen. Ze vallen goed, hè. Dan, je weet wat ze dan zeggen, hè? Heb je voetbalhistorie geschreven hier? Met de hele club. Ja, met de hele club, ja. De hele club. Dit was dan de knoping, ja. We staan er mooi voor. Ja, ja. We zien in volgend jaar. Ja, ja, ja. We kijken ernaar uit, ja. We gaan gas geven. Komt goed. Doei, Rie. Heb je daar, Max? Dat zijn niet de goede en we krijgen morgen de echte, zeg maar. Oh, dit is klaar. Het moet een beetje worden. Dit is aankomen, zo. Nou, top actie!